Welkom allemaal! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe minigame hier op mijn kanaal Gamebouws. Vandaag doen we echt een hele zieke minigame. We doen namelijk Duo Showdown. En niet zomaar, nee, we gaan namelijk Ticketje 2.0 doen met de Super van Nani. Het is heel raar, ik zal het eventjes kort uitleggen. Je hebt hier een soort van cirkel en elk team heeft een Bo en een Nani. De Bo zet zijn gadget in aan de zijkant van de cirkel en daar moet Nani in staan en die krijgt dan zijn super. En met zijn super moet hij proberen andere Bo's te raken. Op het moment dat je een Bo hebt geraakt, is dat team af. Dus het is eigenlijk een soort van Ticketje met Super van Nani. Het wordt allemaal duidelijk op het moment dat we het gaan spelen. En trouwens, dit was een idee van Practical Gamer. Die had dit achtergelaten in de comments. Doe Ticketje 2.0 met de Super van Nani. Hij had een ander idee om de Super van Nani te krijgen. In ieder geval, ik heb er uiteindelijk een Duo Showdown game van gemaakt. Maar het was wel zijn idee en daardoor heb ik dit op deze manier bedacht. Ik denk dat het echt geniaal leuk gaat worden. En als jullie denken dat het ook leuk gaat worden, smash allemaal dat duimpje omhoog. 10.000 likes, het zou heel ziek zijn als het gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn Brawl Stars video's. Maar volgens mij snapt iedereen het. Ik had het net helemaal uitgelegd. Het is wel een iets ingewikkelder minigame dan normaal. Maar ik ga gewoon lekker spelen en we gaan kijken of het gaat werken. Wat je dus gaat doen als Nani is hier aan de zijkant lopen. Eroy die zet dan hier zo meteen zijn gadget neer. En ik moet dan mijn super gaan laden. Ja, top, dat top. Kijk, dan ga ik hier mijn super laden. En op het moment dat ik mijn super heb, zet ik mijn super in. En moet ik andere Bo's proberen te raken die in het midden lopen. Op het moment dat ik een Bo heb geraakt, is dat team af. Maar aangezien de super van Nani best wel lastig te besturen is, is het best wel lastig om deze minigame echt te gaan halen, denk ik. En op het moment dat de gif komt, ik kan trouwens nu mijn super inzetten. Oeh, daar is al een team. Ja, Noob Gamer, ik heb hem geraakt. Noob Gamer is af en dat betekent dat zijn team zelfmoord moet gaan plegen. Of zijn Nani moet ook doodgaan, zeg maar. Dus Noob Gamer is af. Ik ga nu nog een keer mijn super inzetten. Daar is nog een Nani. Oh, dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat je op Nani's gaat. Je moet zeg maar zorgen dat je die Bo's gaat killen of die gaat raken. En die moeten dan vervolgens gaan ontwijken. Oké, nog niet helemaal goed uitgelegd. Ik ga het zo meteen eventjes nog een keertje overleggen. Want dit was niet helemaal de bedoeling. Oké, poging nummer 2. Hopelijk gaat dit iets beter. Net was het dus een klein beetje onduidelijkheid. Ik hoop dat die onduidelijkheid nu helemaal weg is. Je mag als Nani geen andere Nani's aanvallen. Want die andere Nani's staan natuurlijk gewoon stil. Dus dat is niet helemaal eerlijk als dat gebeurt. Maar we gaan gewoon onze super weer laden. En die nawissel ik om. En dan ben ik Bo. En dan moet ik in het midden lopen en alles ontwijken. Ik vind het wel echt geniaal. Als Bo zijn is het leuk. Want je moet natuurlijk proberen alles te ontwijken. Maar als Nani zijn is het ook leuk. Want je moet natuurlijk heel goed je super besturen. Ik heb er bijna. En als het goed is, heeft bijna alle Nani's tegelijkertijd zijn super. We kunnen even kijken. Ik kan hier even kijken. Ah, nee. Oh, shit. Oké, ik heb hem net niet geraakt. Oké, dat is jammer. Oké, maar we kunnen nu gewoon weer laden voor een nieuwe super. Heeft iemand geraakt? Ik weet het niet. Geen idee. Ja, volgens... Oh, Eroy is geraakt. Oh, dan moet ik ook dus doodgaan. Dat is dus jammer. Oké, dat betekent dus dat wij zijn geraakt. Dan moeten wij nu doodgaan. En een ander team is trouwens ook geraakt, dus die moet nu ook doodgaan. Dan zijn er nog twee teams over. Dan wil ik wel eventjes gaan toekijken. Dan moet ik even snel toekijken drukken. En dan even kijken. Oh, het is Showdown nu. Er zijn nog Shadows en David die lopen nog in het midden rond. Lol, oké, ze mogen dus als één van die twee wordt geraakt, zijn ze af. Oh, dit wordt echt spannend. En waar is die andere? Oh, daar is Kaasbol. Ze moeten een van beide raken. Daar komt er weer eentje. Shadows, die moet nu weggaan. Oh, donders. Hij is niet geraakt. Oh, dit is echt spannend. Oké, Kaasbol, die moeten proberen te raken. En deze is voor David, volgens mij. Als hij nu David raakt, is hij af. Maar, oh nee, ook net niet. Oké, dit is echt heel spannend. En daar komt Kaasbol weer. Die moet Shadows raken. Kijken of dat gaat lukken. Ja, nee, ook net niet. Oké, ze moeten nieuwe gadgets plaatsen. Want die gadgets, die zijn nu... Ja. Ik wou net zeggen, ze moeten nieuwe gadgets plaatsen. Want anders kunnen ze niet meer schieten. Dit wordt echt spannend. Oké, David. Oh ja, hij is geraakt. Oké, ze moeten dus nu doodgaan. En dat betekent dat we een winnaar hebben. Shadows en Delano hebben gewonnen. Ik vind het echt een geniale minigame. Echt geniaal. Ik ga nu Bo wezen, dus dan gaan we het op die manier doen. Oh, ik vind het echt heel leuk. Oké, padje nummer 2. Vorige padje ging helemaal perfect goed. Dus daar ga ik vanuit dat dit padje ook wel goed gaat. We lopen eventjes hier zo heen. Want dan kan Eroy, die is wat beter bereikbaar. Oké, ik zet hier mijn gadget neer en dan ga ik nu naar het midden. Gouden boot skin. Oeh, nice.
Kaasbol heeft ook de gouden booskin. Oh, dat is echt heel ziek. Oh, we zijn met allemaal van die skins. Behalve Noah Noob, die heeft nog geen skin. Ja, misschien dat hij hem wel heeft, maar dat hij hem niet aan heeft. Dat zou natuurlijk kunnen. Ik ga hier wel even schuilen in de bosjes. Oh nee, Noah Noob moet niet schieten. Nee. Oeh. Daar komt een super van Eroy. Daarom hoef ik niet uit te kijken. Ja. Delano is geraakt. Oké, dan zijn Noah Noob, inderdaad. Delano, die moest dood. Die was af. Oh, daar komt Eroy ondertussen alweer met zijn super kaasbol zo. Oh, Noah, nee. Ah, ik ben ook af. Noah Noob heeft verloren. Of nee, die heeft gewonnen juist. Nee, ik heb helemaal... Shit. Dit is echt sneu. Oké, Noah Noob heeft dus gewonnen in het midden. GG. Ik vind het wel echt geniaal. Het vorige potje duurde veel langer. Dit potje was echt boem voorbij. Dat ging echt heel snel. Maar dan gaan we gewoon nog een keer. Ik wil nog een keer boos zijn. Kijken of het nu wat beter gaat. Oké, let's go. Hopelijk kunnen we dit potje dan eventjes winnen. Dat zou mooi zijn. Dit is alleen niet een hele lekkere plek voor Eroy om nu heen te gaan. Wat gaan we doen? We kunnen misschien beter door bij de opening eventjes hem gaan neerzetten. Ja, dat is chiller. Voor Eroy ook. Ik zal hier even mijn gadget neerzetten. Succes, Eroy! Want dan is de weg, zeg maar, naar het midden wat minder lang. Oké, let's go. Hallo! Even een smiley. Hallo. Daar zijn we met z'n allen. Oké, daar komt nu eentje aan. Oh, ik ben nu al geraakt. Ik ben al dood. Nee, joh! Oh, sorry Eroy, dit ging wel echt heel snel. Oh joh, Eroy die gaat nu voor de lol nog even met zijn super, maar dat had helemaal geen nut meer. We hebben al verloren. Oh lol, hij doet de teleport. Nu ga ik nog levend worden ook nog. Oh, dat maakt ook niet uit. Dit ging ook wel weer echt heel snel. Oké, hierna ga ik weer even een potje met Nani. Volgens mij waren er nog twee teams over. We gaan nog even kijken of die nog aan het vechten zijn. Je hebt nog Noah Noob en Delano. Die zijn nog aan het vechten. Oeh, oh joh, dat scheelde niks. Oh, ze zijn allebei net niet geraakt. En Noah Noob is ook niet geraakt. Oh joh, ja, je kan wel echt heel close ontwijken. Waar is hij? Oh, hier is Shadows, die is ook aan het schieten. Noob Games en Shadows is het nog. Met Noah Noob en Delano. Ik ben erg benieuwd wie gaat winnen. Shadows moet weer naar het midden. Noah Noobs, die komt ook binnenkort in het gif. Oh, ik ben benieuwd. Gaan ze eentje raken? Ja, Delano is geraakt. En, oh, Noah Noobs is net niet geraakt. Oké, dat is wel GG voor Noah Noobs. Die heeft dan echt net gewonnen. GG. Oké, maar ik ga nu weer even Nani wezen. Dan kan Eroy, die kan dan weer eventjes boos zijn. Hopelijk, die deed net wel iets beter. Dus dan wisselen we nu weer eventjes om. Dan kan hij boos zijn. Het is wel leuk om onderling een beetje door te wisselen. Maar we gaan nog even één of twee potjes doen. En dan doen we dat nog een keertje. Oké, nou, dan hoop ik dat het nu wat beter gaat. Het is echt moeilijker dan dat je denkt. Om die kogels van Nani te ontwijken. Dan denk je, oh, dat valt wel mee. Maar dat is niet zo. Het valt niet mee. Het is echt moeilijk. Oké, Eroy die zet hier al zijn gadget neer. Had hem wel misschien iets naar voren kunnen. Nou ja, maakt niet uit. Want dan kan ik natuurlijk... Ja, nu kom ik sneller in het gif. Daar komt het zeg maar op neer. Maar we gaan gewoon strijden. En ik heb wel als een van mijn eerste mijn super, denk ik. Omdat die gadget wel snel was neergezet. Ik kan bijna. Yes, hier gaan we dan. Hier gaan we met mijn super. Check al. Ja, daar was wel iemand geraakt. En Noah Noob? Nee. Ik ga naar Sha. Oh, ja, Justin. Oh, ik had hem gewoon gekild in één keer. Ik deed ziek veel damage. Ik deed zoveel damage dat ik hem gewoon killde in één keer. Dat is wel echt heel lijp. Ik vind het echt heel geniaal. Oké, daar is nog Noah Noob. Ja, ik ga als een raket. Of Eroy is ook geraakt. Oh, nee, dan zijn we dood. Noah Noob heb ik ook geraakt. En dat betekent dat, dat er dan nog één team over is. Ja, dan heeft er al iemand gewonnen. Ik weet niet precies wie had gewonnen, maar dan bleef er één team over. Ik vind het echt een geniale minigame. We doen nog één laatste potje en dan wordt het eind van deze video. Maar laat maar weten, ik vind het wel een van de beste minigames die ik ooit heb gedaan. Laat maar weten in de comments wat jullie daarover denken. Het is gewoon leuk, je moet tactisch nadenken, je moet snel zijn. Het is gewoon een beetje van alles, wat of zo. Maar ik zie jullie als het laatste potje gaat beginnen. Oké, let's go. Dit wordt het laatste potje voor vandaag. Misschien dat ik nog ooit een keer zo'n minigame ga doen. Maar voor nu wordt het in ieder geval het laatste potje. Ik vind het echt heel geniaal. Maar dat heb ik ondertussen al te vaak gezegd. Dus dat ga ik niet nog een keer zeggen. Ik moet natuurlijk nu wel eventjes wachten. Omdat ik hier nu bij mijn super sta. En dan moeten we even geduld hebben. Dus kunnen we even wachten. Vermacht mijn sukje aan. Nee, maar ondertussen is hij er al bijna. Het gaat op zich nog wel redelijk vlot hoor met die gadget. Soms gaat het sneller als je denkt. En als je soms iemand raakt, dan ben je helemaal snel. Oh joh, dat was heel stom. Oh, zo ga ik natuurlijk nooit iemand raken. Eroy die is ook geraakt. Dus we zijn af.
Oh, dat had ik wel iets beter moeten doen. Helaas, pindakaas. Het is echt moeilijk. Toen ik zelf Bo was, vond ik het ook erg moeilijk om dat op Bo te spelen. Om die kogels te ontwijken. Dat is echt moeilijker dan dat je denkt. Maar het was wel echt heel slecht toen ik mijn kogel net miste. Maar we gaan even toekijken. Kijken hoe het tot nu toe nog gaat. Brian leeft nog. David, is die nu geraakt? Ik denk dat Noah de Noob is geraakt. Dus die moet dood. Ik denk dat David is ook geraakt met zijn team, ja. Dat betekent dat Delano nog over is met Brian. Oh, dat was wel ziek ontweken van Delano. Oh, dat is wel heel ziek gedaan. Ik ben benieuwd wie gaat winnen. Dit wordt het laatste potje. De eer is aan Delano of Brian en zijn team. Zijn super of zijn gadget is weg. Is hij geraakt? Oh, nou alsnog is hij geraakt, dus het is nu voorbij. Dat betekent dat Delano en Shadows het laatste potje hebben gewonnen. GG. Volgens mij heeft Shadows best wel wat potjes gewonnen. Maar dat was dit voor deze minigame. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ja, vergeet natuurlijk allemaal niemand zal dat duimpje omhoog achter te laten. Ik heb er in ieder geval wel van genoten. Maar ik denk dat dat wel duidelijk was. Maar dan heb ik tot slot nog weinig te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soort gelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!